Esther. Dag Dave. Hey, welkom in onze bus. Ja, dank u. Ja. Mooie bus. Ja, de bus wordt 50 jaar de schakel, dus we gaan daarmee de hort op. Mm-hmm. En we gaan interviews afnemen met mensen die belangrijk zijn geweest voor de schakel, voorbij het 50 jaar. Mm-hmm. We beginnen bij jou. Oké. Okay. Dan mag jij meteen zeggen, waarom ben jij belangrijk geweest voor de schakel? Waarom hebben we jou gevraagd? Oela. Het eerste interview. Wel, 50 jaar de schakel, daar heb ik dan toch wel een vierde van mee mogen maken. 12 jaar directeur geweest. Ja, dat is toch wel al iets om mee in de bus te mogen, denk ik dan. Ook als je in Vlaanderen kijkt, zo 50 jaar cultuur. Ja, het was een van de eerste centra, dus het is een pionier geweest in dat punt. Nu samen met, ik denk, Dilbeek en Turnhout. En Tommelhof. En Tommelhof, hè. Dat is ook een van de eerste geweest. En Hasselt ook, ja. De eerste lichting. Ja, straf. Goed, en wat heeft de schakel voor jou persoonlijk betekend? Ja, heel veel. In de zin dat ik... Ik was eigenlijk nog niet zo lang afgestudeerd als theaterwetenschapper, het groot woord. En dan zo wat jobs bij elkaar aan het sprokkelen. Zoals het hoort in de culturele sector, de een al betaald, de ander niet betaald. En dan zag ik een vacature voor theaterprogrammator / directeur cultuurcentrum De Schakel. En ik dacht, theaterprogrammeren, ah, leuk. En dan daarop gesolliciteerd, heel naïef, heel onbevangen. En daar dan gekozen als directeur, wat dat voor iemand van 26 met nog weinig professionele ervaring in een organisatie wel meteen in het diepe gesmeten was. Dus in dat opzicht heeft de schakel mij wel, denk ik, heel erg professioneel dan, maar ook als mens heel erg gevormd tot wie dat ik ben vandaag. Ja. En dat is meteen ook een directeur. Niet van West-Vlaanderen, van Waregem. Zelfs niet van België. Nee. Dus het feit dat ik van Nederland was heel exotisch voor Waregem. Dus ik heb me nog nooit zo Nederlands gevoeld als de eerste weken in de schakel, waarin dat iedereen tegen mij zei, je zit van Nederland afkomstig. Ja, dus dat was inderdaad een cultuurclash, zowel voor mij, denk ik, als voor... het personeel en de mensen die zo trouw bij de schakel hoorden, die altijd gewend waren aan ons Ria, hè, lokaal, hè, van ons. En dan kwam, en ik was die Esther. Ja, dat was heel typerend altijd. Ons Ria en die Esther. Ja. Die werd ingewisseld voor die Esther. Maar dat voelde toen wel van, waar kom ik terecht? Maar tegelijkertijd ook wel heel warm onthaald geweest en ook wel alle kansen gekregen om mijn eigen ding daar te doen. En tijd gekregen om te wennen aan de situatie. En, ja. Je hebt het hoe lang gedaan? 14 jaar? 12 jaar. 12 jaar. Ja. Vrij snel na je afstuderen. Ja. Ondertussen ben je company manager van Alexander van Turnhout. Ja. Ben je ook moeder geworden. Ja. Heb je van alles gedaan. Mm-hmm. Als je voor jezelf nu even je leven zou bekijken, wat zijn voor jou nu de eikpunten? Of waar ben je het meest tevreden over wat je tot nu toe hebt bereikt? Dat is moeilijk. In de zin dat ik zo... Ja, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik denk dat het leven moet lopen zoals het moet lopen. Dus alle keuzes die gemaakt worden, die kies je voor een stuk, maar die moeten ook op je pad komen. En dus in die zin moest ik terugkijken op mijn levensloop, zou ik misschien... als ze me nu zouden zeggen van, ja, je eerste job zal 12 jaar directeur van een cultuurcentrum in Waregem zijn, zou ik daar misschien voor gepast hebben. Maar door het feit dat die kans mij toen geboden geweest is, ben en dat ik ze ook genomen heb, ben ik wel wie dat ik ben. En heb ik inderdaad ook, ja, die 12 jaar waren heel bepalende jaren natuurlijk. Tussen mijn 26 en 38 gebeurt er gewoon heel veel, zowel professioneel als ook persoonlijk, wat dat je zegt, 3 kinderen gekregen, ook in de schakel de ruimte gevoeld om dat op mijn eigen manier en op mijn gemak te kunnen doen. Dus ook wel op die manier dat ook wel goed kunnen doen, vind ik. En dan eigenlijk ook op een mooie manier afscheid kunnen nemen van de schakel. Op het moment dat ik voelde van oké, maar nu is het ook wel weer genoeg geweest. Maar de schakel heeft mij zeker heel erg gevormd tot wie dat ik ben. En tevreden over iets in mijn leven. Ik denk dat ik gewoon, en dat klinkt heel zweverig, eigenlijk wel heel tevreden ben met waar dat ik nu sta. Zowel professioneel als persoonlijk ben ik wel een tevreden mens nu. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. Dus in dat opzicht denk ik, heeft de schakel daar zeker ook wel aan toe bijgedragen. Ondanks alle moeilijke momenten die er ook wel in zo'n directeurschap zitten, ben ik ook wel heel dankbaar voor al die dingen die ik daar wel uit heb kunnen halen voor mezelf. Je zei het ook daarnet, je hebt theaterwetenschappen gestudeerd. Ja. Ja, ik heb het ook gestudeerd. Dat is niet per se dat je dan directeur wordt, maar je ambieert dan meestal wel iets in de sector. Daarom niet per se artistiek, maar je bent toch altijd wel creatief ergens aangedreven. Mm-hmm. Vond je daar je weg in? Of eigenlijk, wie zijn jouw
helden of wie zijn jouw rolmodellen? Dat je denkt van, goh, dat is nu echt wel een persoon of een, ja. Wel zo, de vraag werd gesteld inderdaad, wat zijn jouw creatieve helden? Ik moest daar eventjes over nadenken, omdat ik inderdaad, je studeert theaterwetenschappen niet om zelf theaterpersoon te worden. Ik heb zelf inderdaad, juist voor de schakel speelde ik zelf een beetje theater, maar was ook wel heel snel duidelijk dat dat niet mijn roeping was. Terwijl ik dat wel fijn vond, maar ja, het lag nog mijn talent, nog mijn roeping. Dus dat het achter de schermen te doen ging zijn voor mij, was ook wel heel snel duidelijk. Als ik nadacht over wie zijn mijn creatieve helden, nou, de eerste persoon aan wie ik moest denken, maar dat is gewoon de situatie waarin ik nu zit, is natuurlijk Alexander van Toornhout, waarmee ik nu samenwerk. Heel veel van het werk wat ik doe is gericht op zorgen dat hij en ook de schare artiesten die wij rond ons hebben en die de elke dag ziet ploeteren om zo hun ei te kunnen leggen en die mooie dingen maken. Het is gewoon heel inspirerend om te zien hoe dat zij daar zoveel energie en zoveel tijd in kwijt kunnen. Dus dat zijn zeker creatieve helden. Maar ik moest eigenlijk ook spontaan meteen aan Veerle en Joost denken. In de zin dat ik, wat ik zeg, programmeren, dat lijkt... Ja, ze gaat naar een voorstelling kijken en vindt het dan goed of vindt het niet goed en dan zet het in de schakel. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat weet jij ook, Dave. Mm-hmm. Er kruipt daar eigenlijk ook wel veel werk in, maar ook creativiteit in het goed samenstellen van zo'n programma. Het nadenken over projecten maken binnen de grenzen die er dan zijn aan de middelen die dat er in de schakel ook... Daar botst het toch altijd wel op hetgeen wat je kunt. En mijn ervaring was wel dat zo. Joost en Veerle heb ik altijd wel bewonderd in de manier waarop dat zij ook met de weinige middelen die er soms voorhanden waren, altijd wel erin slaagden om zo in een hele schone puzzel te leggen, mooie projecten op te zetten. Dus ik vind hen toch ook wel creatieve helden hier in Waregem dan. En mijn kinderen vind ik ook creatieve helden. Je bent nu dan ongeveer mid-career, mag ik dan zeggen? 40? Oh ja, is dat nog maar mid-career? Nou ja, we moeten nog een tijdje werken, sowieso. Ja. Denk je zelf dat je zo bezig blijft? Of zie je zelf een B&B in Zuid-Frankrijk belanden of in Sri Lanka, ik zeg maar iets? Dat weet ik eigenlijk echt niet. Dat is echt leven zoals het gaat? En soms stel ik mij zo wel de vraag van, ik ben nu denk ik 3,5 jaar aan het werken als company manager. Dat is fijn omdat dat zo het opbouwen is van scratch naar een compagnie waar dat intussen al met heel wat mensen bij betrokken zijn. Dus dat is een mooie groeiverhaal wat we aan het schrijven zijn. Gaan we dat voor altijd doen? Ik durf daaraan te twijfelen of dat ik dat voor altijd ga doen. Zelfs wilde in de culturele sector blijven, stel ik mij soms vragen. Ik maak me wel een beetje zorgen over de wereld waarin dat we nu zitten en waar dat we naartoe aan het gaan zijn. Ik vind dat er heel veel signalen op ons afkomen die... Los van de culturele sector. Ja, los van de culturele sector. Gewoon als wereld, die zo niet al te hoopgevend zijn. Dus, en soms denk ik... moeten niet een job zoeken die dan nog relevanter is. Ik vind cultuur heel relevant en ik vind cultuur heel belangrijk, maar zo... Ik maak me persoonlijk heel veel zorgen over het klimaat en dan denk ik, zou ik niet beter alle opgebouwde expertise die ik nu heb een keer inzetten op dat front ook. Dus zo, misschien dat ik over een aantal jaar een beetje de pijlen verleg richting iets meer die kant. Ja. Wat is jouw credo? Ja, credo, ja. Nee, het motto dat ik aan moest denken was iets wat op het moment dat er veel was ik hier afwezig en ik moest de omkadering van Pippi Langkous overnemen. En daar botste ik op een hele mooie credo van Pippi Langkous, zijnde, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel ga kunnen. En eigenlijk vind ik dat wel een mooi credo, dat je inderdaad niet terugdeinst voor dingen die je nog nooit gedaan hebt. Ik was 26 van de schoolbank. Ja, directeur, ik heb dat nog nooit gedaan. Vergadering, nog nooit gedaan. Hup, en je springt er gewoon in. En dat vind ik wel een mooi credo, ja. En Pippi Langkous is niet de minste. De en ook niet de minste, ja. Oké. En we zijn alweer ten einde dan. Maar de eerste interviewer. We gaan nu het 50 jaar inrijden met de bus. Wat wens jij de schakel nog toe? De volgende 50 jaar wens ik de schakel eigenlijk heel veel vertrouwen. Vertrouwen van het publiek. In jullie artistieke keuzes die jullie maken elke dag weer. Vertrouwen van de stad, in dat jullie weten wat jullie aan het doen zijn. En daar ook voldoende middelen aan geeft, zodat je daar volledig kan doen wat je nodig acht om te moeten doen. En ook vertrouwen in jezelf, want ik denk dat de Schakel eigenlijk een supergoed cultuurcentrum is, dat goed bezig is. Dus geloof daar gewoon in en vertrouwen. Dus, okay. En dan mag je nog terugkomen met Alexander ook. Dat gaan we hopelijk doen. Ja, daar vertrouw ik nu ook wel op. Dat zullen wij aan jou dan geven. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.